Hallo allemaal. Ik wil het vandaag even hebben over meditatie. Meditatie, wat er nou eigenlijk met je gebeurt als je mediteert en waarom mediteren nou zo belangrijk is. Mediteren is een soort reset button, net zoals je op je computer kan hebben. Dat is eigenlijk wat mediteren doet. Mediteren, wat mensen meestal als mediteren bedoelen, gewoon zitten, je geest leegmaken, dat is eigenlijk de start van het meditatieproces. Dat is niet het mediteren zelf. Dat is eigenlijk ook wat men leert doen als men Vipassana of Dzogchen doet. Dat zijn eigenlijk voorbereidende trainingen voor meditatie, die gewoon geleidelijk aan belangrijkheid hebben gewonnen, omdat de meeste mensen niet voorbij het beginproces komen. Dus mijn introductie en mijn adviezen daarover, die dienen ook om je voorbij dat proces te brengen. Nou, als je verder wil dan alleen maar zitten en wachten tot je geest leeg is, dan kan je altijd bij me langskomen voor lessen. Mediteren. Wat gebeurt er? Er gebeurt eigenlijk een heleboel. Intern ga je ontspannen. En het ontspannen, dat heeft een aantal gevolgen. Allereerst bijvoorbeeld smeer uit je oren en uit je neus en ook uit je keel en dergelijke kan allemaal naar beneden zakken. Ja, waardoor je longen eventueel volkomen met slijm. En de meeste mensen hebben slijm in hun hoofd. Dat is ook de reden waarom ze bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen of migraine of allerlei andere infectieziektes. Dat is een oververhitting van de longen. Daarom is mediteren ook onder andere belangrijk. Want daardoor kan je het proces van schoonmaken beginnen. En kan je helpen te voorkomen dat slijm steeds maar doorzakt naar je hoofd. En zodra je eenmaal aan het mediteren bent, mediteren gaat een beetje goed op gang, dan merk je dus dat je kleren de eerste paar maanden behoorlijk vies zijn. Dat je ogen tranen en je neus loopt leeg. Laat je daar niet door afleiden. Doe desnoods van tevoren een kwelzakje om. Op het moment dat je een beetje begint te vorderen met mediteren, dan zul je in eerste instantie zien dat je onrustiger wordt. Dat onrustiger worden, het toenemen van zenuwachtigheid eigenlijk, dat maakt dat het meditatieproces zichzelf begint actiever op te stellen ten aanzien van jou. Omdat namelijk de gewoontes van je geest, om je voortdurend maar onrustig en bezig te houden, eigenlijk veranderen. Ja? Als je geest tot rust komt, wordt dat beschreven in verschillende boeddhistische teksten als het uitzakken van modder in het water onder de lotusbloemen. En het wordt ook beschreven in boeddhistische teksten, althans, als het doorbreken van de wolken in de hemel, waardoor het licht van de hemel eigenlijk zichtbaar wordt. Wat je eigenlijk ziet op dat moment is dat je gedachtenstructuur doorbroken wordt. Je gedachtenstructuur wordt doorbroken. En het doorbreken van die gedachtenstructuur is als het betekenis verliezen van woorden en dergelijke. En op het moment dat woorden betekenis verliezen, dan begint het minder belangrijk te worden wat je denkt. En dan ga je eigenlijk herkennen wat men dan tegenwoordig eigenlijk het zelf noemt. Dus de kern van je bewustzijn, datgene wat bewust is eigenlijk. Dus dat is eigenlijk in eerste instantie heel erg belangrijk. En het gevolg van dit proces is dat je op een gegeven moment rust vindt. Het eerste wat je overkomt is dat je in nirvana voelt. Nirvana is eigenlijk een oververhitting door de overmatige activiteit van je geest. Waardoor je, als je dat lang volhoudt, je hart belast wordt. Je hart. En door dat hart belasten voel je je voortdurend gelukkig. En gelukkig is een belangrijke doodsoorzaak, net als boosheid, angst en verdriet en dergelijke. Dus je moet niet te lang in dat nirvana blijven hangen. Je moet daar voorbij komen. En je moet zeg maar in dat proces leren de verschillende gevoelens die je hebt. En dat zijn verschillende soorten gevoelens van gehechtheid, zo noemen we dat over het algemeen, achter je laat. En die gevoelens van gehechtheid is niet alleen een kwestie van gehecht zijn aan je vrouw of aan je man. Of gehecht zijn aan je huisdier of aan je kinderen. Ja, maar dat is een gehechtheid die gewoon puur te maken heeft met je behoefte tot het uiten van gevoelens. En in meditatie leren en ook Chinese geneeskunde zeg maar dus eigenlijk dat gevoelens, zeker als ze geuit zijn, eigenlijk een vorm van communicatie zijn. En waarbij je je wil probeert op te leggen aan andere mensen. Dus de bedoeling is eigenlijk dat je dat afleert.
Ja, dus dat je niet meer vanuit je emoties vandaan met mensen praat. Nou is dat in onze moderne samenleving een beetje een hot item. Want men wil juist graag dat je veel gevoelens hebt. Want dan kan men je beter manipuleren met advertenties. Nou, mensen met veel gevoelens zijn emotioneel instabiel. En die kunnen gemedikeerd worden. Of die willen een fles met Johnny Walker kopen of iets in die geest. En dat zijn allemaal producten waar je alleen maar slechter van wordt. Niet dat medicijnen niet soms bij kunnen dragen aan je gezondheid. En misschien zelfs dat whisky bij kan dragen aan je gezondheid op bepaalde momenten. Maar daar heb ik dan persoonlijk geen ervaring mee. Dus ik heb daar zo mijn twijfels over. In het meditatieproces, op het moment dat je zover bent, dat je geest leeg is, dat je gewoon kan zitten, zeg maar zo'n 6, 7, 8 uur achter elkaar, zonder dat je geest in beweging komt, dan raak je in een steeds grotere verstilling. En wat je gaat merken, is dat alle emoties eigenlijk bestaan uit aversie of affiniteit. Aversie en affiniteit zijn eigenlijk de twee kerngevoelens die men in het Taoïsme beschrijft als zijn bezighouden in je geest. Hè. Ik moest even opzij, want kijk eens, er ligt hier een grote drol. Ja, dat is een koeiendrol. Hier in het park lopen oerossen rond. Dus je moet altijd oppassen waar je loopt. Hier. Dat is wel prettig. Herkennen van het feit dat je gevoelens bestaan uit affiniteit en aversie, betekent ook dat je heel geleidelijk aan de gevoelens van aversie en affiniteit wil overwinnen. En dan ontstaat er een nieuw soort affiniteit. En die affiniteit die is niet gebonden aan het een of het ander. Tim is voorzichtig dat je niet in het water valt. Sorry, ik moet heel eventjes mijn dochtertje over de brug heen leiden. Want er is geen rugleuning. Er is geen leuning op deze brug. En het zou een beetje lullig zijn als ik ineens mijn telefoon opzij moet gooien om een kindje te redden. Ja. Dus wat dan overblijft is een diepere vorm van affiniteit. Die affiniteit is eigenlijk affiniteit met alles. Ja, of het nou eigenlijk alles wat natuurlijk is. Ja, dan ga je dus merken dat het niet klopt dat er auto's zijn. Dat het niet klopt dat er bepaalde vormen van gebouwen zijn en zo. Al die verschillende objecten die verstoren eigenlijk je innerlijke rust. Ja, omdat ze stinken en omdat ze je bewustzijn vervuilen enzovoort enzovoort. Radio, tv, headphones enzovoort enzovoort. Het zijn allemaal verstorers van je innerlijke rust. Ja, dus leuk dat er muziek is, zo gezegd. En het is best heel leuk om naar een concert te gaan. Maar ja, als dat niet een concert is dat bijdraagt aan de innerlijke structuur, dan is het eigenlijk niet heel erg zinvol. Dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want ik ben veel te vaak naar concerten geweest die meer mijn persoonlijkheid afbraken dan dat ze opbouwden. Nou, dan komen we meteen aan het tweede thema van meditatie. Dat is namelijk het opbouwen van een nieuwe persoonlijkheid. Dus jouw persoonlijkheid, jouw karakter, is geen vaststaand iets. Dat denken mensen altijd, maar het is maakbaar en veranderbaar. En meditatie dient dus eigenlijk om dat te doen. En daar heb je specifieke meditaties voor. Geen affirmaties of iets in die geest, waardoor je zeg maar jezelf hoop kan geven dat er ooit een verandering doorkomt. Maar het daadwerkelijk herstructureren van je geest. Ja, en de herstructurering van je geest is een discipline die je gewoon lang vol moet houden. Waardoor je uiteindelijk andere kwaliteit ontwikkelt. En wat er gebeurt op dat moment is dat de neurale verbindingen in je hoofd hier, de neurale verbindingen in je hoofd eigenlijk geherstructureerd worden. En door die herstructurering van je neurale verbindingen worden de zintuigelijke indrukken, zoals die normaal gesproken binnenkomen in je hersenen, worden heromgelegd en ontstaan er nieuwe verbindingen, waardoor er ook nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Nou, daardoor kan je op een gegeven moment het zicht en het gehoor aan elkaar koppelen in een nieuwe sensatie. Nou, en die sensaties ontdekken, dat is een belangrijk onderdeel van meditatie. En daardoor ontwikkel je ook innerlijke zintuigen, zeg maar. Nou, en die innerlijke zintuigen helpen je om dingen beter te visualiseren, bijvoorbeeld. Of te zien alsof ze echt zijn. Dat echt zijn, dat wordt beschreven in zowel Taoïsme als Boeddhisme als de drie kaya's. En drie, een theorie die eigenlijk ontwikkeld is in Japan. En dat laat eigenlijk de drie stadia zien waarin iets tot echtheid komt in je bewustzijn. Ja. Alles wat eigenlijk kortdurend is, zoals wat Aleister Crowley altijd suggereerde, drama, dat is heeft heel veel impact, maar is niet blijvend. Ja, dus noviteit, wat wij in onze maatschappij erg belangrijk vinden, is eigenlijk het einde van onze echtheid. Nou,
Ik hoop dat ik weer bijgedragen heb aan je inzicht over Chinese geneeskunde. In dit geval ook over meditatie. Dus ik hoop dat je er veel aan hebt. Als je wil, dan geef me een bericht. En dan ben je welkom in de lessen die ik geef in Amsterdam. Of op locatie als je me daar uitnodigt. Oké, goed. Dankjewel. Tot ziens. Vond je dit filmpje leuk en interessant en wil je graag meer van die filmpjes kijken? Zorg ervoor dat je dan hier onderaan het scherm klikt om een abonnement te starten. Waardoor je dus vaker naar die filmpjes kan kijken, want veel abonnementen betekent ook veel filmpjes.